En dat is een van de redenen waarom jullie allemaal zeiden dat ik deze Pokémon in mijn team moest doen. Want Zoroark, de Hisuian vorm, is blijkbaar echt super tof. En hier is die, moet je zien. Oh my gosh. Yo, Nintendo fans! In de vorige video zeiden jullie dat jullie Hisuian Zorua graag in mijn team willen. Dus, dat gaan we niet doen. Nee, grapje, dat gaan we wel doen. Even terug naar mijn campy. Want ik zag alleen maar reacties met... Ja, ja, doe die in je team. Die is zo gaaf. Die wordt zo vet. Dus, weet je wat? Level 28 Zorua in plaats van Staraptor. Heb ik toevallig ook nog een Shiny Stone ergens? Ja, die hebben we wel. Dan kunnen we namelijk Togetic eventjes gaan evolueren. Ja, en dit wordt dan ook een lekkere basis Pokémon, jongen. Super, super, super dope. Togekiss heeft mijn team echt een keer gewiped in Pokémon Sword and Shield. Dat was heel naar. Maar nu heb ik hem zelf in mijn team. En dat is toch lekker. Doe even een duimpje omhoog als je Zorua of Togekiss heel erg vet vindt. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan ga ik eventjes mijn Typhlosion eindelijk nieuwe moves leren. Zoals bijvoorbeeld Shadow Ball en Flamethrower en Infernal Parade. Let's go, allemaal nieuwe moves voor Typhlosion. En Togekiss die leren we nog even Draining Kiss. En hij moet ook een Flying Move kennen. Special Attack is super hoog, kijk maar. De attack is laag, maar de Special Attack is sick. Dus dat wordt dan Air Slash. En die doen we in plaats van Rock Smash. Let's go! Nice! Dit is een goede moveset, denk ik, voor Togekiss. Togekiss, let's go! Oh, die is ook super groot. Dat is de Alpha Togekiss. Ik vind hem heel vet, hè? Ja, man, I like it. Alles goed, jongen? Yeah! Yo, Zorua! Ah, je ziet hem bijna niet in de sneeuw. En dan gaan we even naar Braviary. Hallo, hallo, hallo. Wat een baas ook, hè, dit. Zo cool. Oh, ook een hele vette Pokémon. Hallo, mevrouw. Hallo, mijn naam is Sabi. Ik ben blij om te ontmoeten, Rikachu. Ja, ik ben ook blij om jou te ontmoeten. Ik heb veel over je gehoord. Je bent super getalenteerd, toch? Ik denk dat wij heel veel plezier gaan hebben terwijl ik met je ga spelen. Ik weet ook waarom je hier bent. Je wil Braviary's hulp, zodat je avondelijk rustig kan maken, toch? Je kan ze hulp krijgen, maar je moet mij eerst pakken. Oké, okay. Jij gaat zeker wegvliegen. Ja, kijk te staan, jongen. Wee! Oké. Waar ben je naartoe dan? Oh ja, ik hoor je vliegen. Daar ergens in de verte. Dan gaan we even op de racewagen. Hoppakee, even Max Verstappen stijl daar naartoe. Oh, check daar. Electabussie. Yo, Electabus. Kom vechten dan. Hier, kom vechten tegen mijn Rhydon. Ja, kan je Thunderbolt doen, maar dat helpt niet. Dat doet niks. Lululululu. Hoppakee, high horsepower. Dikke doei. We moeten even Zorua trainen, jongens. Kijk, Zorua... Oh, Zorua gaat geen eens een level omhoog. Oké, dit gaat heel lang duren voordat we Zorua een beetje op hoog niveau hebben, denk ik. Zorua, pak die steen. Lekker gedaan. Oké, we moeten hier naar boven. Mag ik één Sneasler, alstublieft? Ik wil een Sneasler bestellen. Hallo? Waarom een Sneasler? Kom eens. Ja, top. Dankjewel. Drukte de verkeerde knop, denk ik. Daar boven op die berg. Daar boven op die berg. Daar is een Braviary. Daar is een Braviary. Die zit hier te chillen. Oh nee, die vliegt te chillen. En Sabi is daarbij. En Sabi is daarbij. En van je. Ja, daar zijn we, jongens. Daar zijn we. Je hebt het gered tot hier naar boven. Maar de vraag is: heb je me ook echt weten te vangen? Of heb ik mezelf laten vangen? Ja, ik heb geen idee, joh. De challenge die gaat door. De volgende stop. Is, bij de Snowpoint Temple. Ja, hallo. Ik heb je toch gewoon gevangen. Waarom ga je nu weer weg? Dit is niet eerlijk. Nee. Hallo. Nou, oké, dan gaan we nu daar naartoe. Sneasler, let's go. We go to beneden. We go verder to beneden. Oh, wacht. Hier is een dingetje. Een stukje spirit. Zie ik hier opeens een Machoke voor mijn neus staan. Nou, die gaan we maar even vangen, denk ik. Oh, of die gaan we niet vangen? Ja, die gaan we wel vangen. Lekker. Oké, ik ga wel gewoon daar naar boven dan. Zo, ik hoorde echt een piep hier zo. Oh, dat is deze. Kunnen we die pakken? Zouden we die kunnen verslaan? Niet zo boos doen gelijk, jongen. Hier, ik gooi pokeball op je hoofd. Level 61 Sneasel. Oké, nee, niet grappig dit. Niet grappig dit. Niet sword dance doen. Oh, dan ga je mij daarna kapot maken. Nee. Oh, poison jab. Oké, mag ik ook nog een keer? Dank je. Het gaat sowieso fout. Ja, kijk, het is geen eens een ijstype. Wat voor type is dit? Waarom doe ik dit ook? Flying is super effective. Oké, let's go. Air Slash. Maak hem kapot. Oh, nee. Houdt 1 HP over. Echt?
Meen je die? Ja, dan is Togekiss is natuurlijk ook weg. Ah, man. Hier kan ik altijd slecht tegen, jongens. Nu ga je eraan ook. Lekker, Rhydon. Ja, je hoeft ook letterlijk maar 1 AP weg te halen. En dat allemaal om Zorua te traden. Lekker bezig, Rick. Je hebt ook geen items meer. Nou, dan gaan we maar weer uitrusten. Gelijk maar even een paar device maken dan. Oké, dan moeten we dus daar naar boven naar die tempel. Ja, kan denk ik gewoon via deze kant, toch? Is hier niet gewoon even een kampie of zo voor mij? Lekker mooi ijsmuziekie. Zorua, pak steen. Goed zo. Brave Zorua. Zorua, pak boom. Lekker bezig. Zag ik nou dat ik Zorua kon evolueren? Ja, hè? We kunnen hem gewoon nu al evolueren naar Zorark. En dat is een van de redenen waarom jullie allemaal zeiden dat ik deze Pokémon in mijn team moest doen. Want Zorark, de Hisuian vorm, is blijkbaar echt super tof. En hier is die. Moet je zien. Oh my gosh. Wat een zieke Pokémon, jongen. Heel vet. Heel nice. Kijk hem dan. Flink wild kapseltje heeft hij wel, hoor, moet ik zeggen. Oké, okay, let's go, Sneasler. Lekker klimmen, jongen. Goed bezig. Nog een beetje verder klimmen. We go to the temple. Oh, Zorark. Oh, ja, die is wel echt heel cool. Kijk hem dan. Mijn nieuwe maat, hoor. What? Deze Hisuian vorms zijn wel echt cool. Die van Arcanine is vet. Deze is heel vet. Die Typhlosion is super dope. Ja, man. Ik vind alleen die van Rowlet niet zo heel cool. De Decidueye. Maar ja, je kan niet alles hebben. Maar mevrouw, we hebben je gevonden. Ik heb nog iemand gevonden waarmee we kunnen spelen. Oké. Okay. Anyway, we zijn bij Snowpoint Temple en ik heb de voordeur voor je open gedaan. Maar hierbinnen moet je nog een beetje meer op jacht gaan. Maar de echte vraag is, vind ik dit wel leuk? Of verveel ik me? Nou, zo te zien, aan je oog te zien vind je het nog wel lachen. En wie ben jij dan? Geen idee, maar die zegt als jij de Van Warden Sabi hier naar binnen mag, dan mag dat van mij ook. Maar wees gewaarschuwd. Als je de puzzels hier binnen niet kan oplossen, kom je waarschijnlijk niet heel ver. De truc is om te kijken naar welke richting de beelden kijken. En de beelden hebben ook een soort van patroon blijkbaar op hun borst. Oké. Okay. Nou, helemaal top. Komt goed, denk ik. Snowpoint Temple, jongens. Oh ja, ik zie hier inderdaad wel aardig wat beeldjes gelijk staan. Lijken wel beeldjes van Regis. Oké. Hey, waarom zit deze steen hier soort van los? Ik vertrouw deze steen niet, maar ik kan er ook niks mee doen. Pas altijd op voor stenen die je niet vertrouwt, jongens. Oké. Deze heeft een steenpatroon. Oké, en die kijkt naar die. Oké, en deze heeft een staalpatroon. Dus we hebben steen, staal. Deze heeft een ijspatroon. Steen, staal, ijs. Dat is het patroon. Eerst drukken we het steenpaneel in. Dan het staalpaneel. En dan het ijspaneel. En dan zou de deur denk ik open moeten gaan. Ja, het is goed. Nice. Puzzel opgelost. Oh, maar ik zie daar gelijk weer een puzzel, denk ik. Ijs is de eerste. Die kijkt naar steen. Ijs, steen. Staal. En staal kijkt hier door dit gat. IJs, steen, staal, steen. IJs. IJs. Steen, staal, ijs, steen. Dacht ik dat het was. Nee, is niet goed. Het moet zijn ijs, steen, staal, steen, ijs. Dat was de goeie. Ja, kijk, oké. Het is best wel moeilijk als je moet praten en onthouden tegelijk. Dat is gelijk een tip voor in het leven. Als je moet onthouden, luister en praat er niet doorheen. Goed luisteren, dan onthoud je veel beter. Oké, hier is de deur. Dan is dit de laatste. Welke is de eerste? Die staat hier. Staal, ijs, steen. Die kijkt dan schuin. Oh, waar kijkt hij naartoe? Schuin. Die kant op. Die kijkt naar hier zo. Deze achter het muurtje. IJs. Die kijkt dan door dat gat heen. Naar deze. Staal. En dan zal de laatste wel steen zijn, denk ik. Ja. Oké, staal. IJs. Steen. IJs. Staal. En steen. Dat moet hem zijn. Juist. Lekker. Sesam, open nu. Is dit de laatste? Meestal bestaan dit soort puzzels uit 3 delen. Wacht, laat me even voorzichtig doen. Oeh, Ralts. Pak hem. Nice. Oh, en Gallade. Kijk die Gallade daar. Een Alpha. Oh, kan ik even een goede Pokéball maken? Ja, kijk, ik kan Wingballs maken. 21, nice. Oké, let's go, let's go, let's go. We gaan Gallade proberen te vangen. Oh, dat zou wel lekker zijn, hè? Als we deze Alpha... Oh, niet dus. Oké. Oh, maar ik durf niet tegen deze Alpha te vechten, hoor. Ik durf het niet. Oh, ik pok op zijn hoofd. Nee. No. 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 No, ren. Ren. Ren weg. Ah. Curlia, kom maar. Jou wil ik wel vangen. Je lag toch te slapen. Ga maar met me mee. Gezellig, joh. Nee, ook niet. Misschien bij poging 2? Misschien met een Great Ball straks? Oké, Curlia hebben we. Kunnen we nog een poging doen voor Gallade? Oh, moet ik wel mijn Pokéball raak gooien?
Oké, nee, die heeft er geen zin meer in. Ik wil niet tegen hem vechten. Oké, is hier nog wat? Ik denk dat we moeten battelen nu tegen Sabi. Zal ik Rhydon als eerst gebruiken? Dat is blijkbaar mijn sterkste Pokémon. Althans, ja, ik weet niet zeker of we moeten battelen. Sabi zegt, ja, je hebt me gepakt, dus we zijn bijna klaar. Dat is niet leuk. En in een visioen heeft zij mij al gezien met Braviary. En ze vragen zich af van, ja, gaat dat ook echt gebeuren? Ja, ik denk het wel, joh. Ik denk het wel. Ze zegt, ja, maar vliegen met Braviary is niet makkelijk, hoor. Als je echt wil vliegen op met hem, dan moet je mij bewijzen dat je sterk genoeg bent. Oftewel, dikke vette battle. Ik dacht het al. Oh, je hebt Rhyperior, Magmortar en Electivire? Ga je 3-1 doen? Ga je echt 3-1 doen? Wat? Dit is zo oneerlijk. Moet ik tegen deze 3 tegelijk? Dat kan toch niet? Ik ga eerst denk ik maar Electivire proberen uit te schakelen. Met een agile staal, want dan zijn we wat sneller. Ik denk dat het voldoende moet zijn, want Electivire is maar level 30 en Magmortar ook. Oké. Lekker. Die is weg. Ik ben wel gepoisoned, jongen, door Magmortar. Rhyperior bedoel ik. Die gaat ook voor een... Oh, ja, die gaat mij pijn doen. Oh, die gaat mij nog een keer pijn doen. Yo! Hoe kan jij alsnog zo snel zijn? Oké, Floatzel, you're next. Let's go. Schakel die Magmortar uit. Lekker. Die gaat wel weg, toch? Ja, makkelijk. Lekker, Floatzel. Lekker. Ik ben trots op je jongen. Heel goed gedaan. Hoe is Rhyperior zo snel? Hij mist. Lekker. Boontje kent om zijn loontje. Oké, ik ga voor Water Pulse. Agile stijl. Oké, lekker. Ja, die gaan we verslaan, hoor. 3-1, maakt niks uit. Ik pak jullie allemaal en Rhyperior is ook weg. GG. Kijk, en Zoroark is gelijk naar level 32 gegaan. En Sabi zegt, ah, je hebt ons verslagen. Je hebt alle spelletjes tot nu toe gewonnen. Maar Braviary wil je alsnog beter leren kennen. Dus wij gaan eerst hier naar boven. Yo, we gaan toch niet nog een battle doen, hè? Ik ga toch niet met Braviary vechten? Daar geloof ik niks van. Ik denk dat Braviary aardig is. En of Braviary aardig is, gaan we zien in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Ik vond het super tof. Vergeet niet om te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!